Dankjewel, Daniel. Inderdaad, de allereerste keer dat ik hier zo op deze manier mag spreken. Een eer, dat in eerste plaats. Maar dan zal ik me ook moeten voorstellen. Maar dat doe ik tegelijkertijd een beetje met de introductie waar ik het over ga hebben, want ik heb 6 minuten. En ik zie ook al dat er al meer dan een minuut vanaf gesnoept is. Dus we gaan er snel doorheen. Dus let op, telefoons weg, luister goed. Oké, voor degenen die me niet kennen, ik ben Daniel Brugman. Ik ben altijd christelijk opgevoed, maar niet altijd wat mee gedaan. Eigenlijk in mijn tienertijd wilde ik dat allemaal wel een beetje zelf uitproberen, gaf er wat minder aandacht. Maar op mijn 16e koos ik heel bewust ervoor en ervoer ik ook echt dat God een levende God was. Dus ik wilde hem volgen. Nou, daarnaast ben ik getrouwd met Maaike, bijna 15 jaar, einde van deze maand. Ik weet het, nog 3 weken en 2 dagen. En heb ik 3 kinderen, Sam, Luc en Isa. En sinds een maand hebben we ook een puppy en ze willen allemaal aandacht van me. En dat is af en toe best druk en die aandacht die wil ik ook wel geven, maar ik heb ook nog een fulltime baan. Daar ben ik verantwoordelijk voor ongeveer 250 medewerkers. Dus vraag best wel wat tijd ook daar aan die kant. En ik vind het eigenlijk ook wel fijn om af en toe eens te kunnen ontspannen. En als ik dan daar tijd voor heb, het liefst wil ik dat 2 keer in de week wel doen. Samen met Ruben op de mountainbike, Nederland in en alle mountainbike parcours verkennen. En, misschien nog wel het belangrijkste, ik heb ook nog een schoonvader. En die heeft nu al 3 of 4 keer gevraagd of we uit eten gaan. Want dat heb ik al maanden geleden beloofd. Maar ik kom er maar niet aan toe. En misschien ken je dat wel. Ik kan zo nog wel een tijdje doorgaan, maar onze agenda is gewoon heel erg druk. Volle agenda's en eigenlijk kom je niet altijd over aan toe waar je aan toe wil komen. En daarnaast heb je ook nog allerlei social media die ongevraagd allerlei informatie op je afstuurt. En af en toe wil ik gewoon eens even uitstaan. En ik denk ongeveer 1,5 jaar geleden ben ik hier heel bewust mee bezig geweest toen ik een opleiding deed. En ze zeiden ook tegen mij, Daan, je staat continu aan. Maar eigenlijk geef je niks echt aandacht. En daar wil ik het vandaag over hebben. Wat is nou aanstaan en wat is nou echte aandacht geven? En er staat een stukje over in de Bijbel. Die komt niet op het scherm. Maar dat gaat over Matteüs 14, vers 13 tot 21. En wat we daar zien, is best wel een heftig verhaal. Johannes de Doper, die is net begraven, die is onthoofd. En Jezus zegt, ik wil even tijd voor mezelf. Even tijd alleen, echt aandacht. En de menigte die komt er achteraan en die is aan het ophitsen. En zegt, hè? En die volgt Jezus. En Jezus krijgt eigenlijk een beetje medelijden. En hij kiest er op dat moment heel bewust voor om niet zijn eigen tijd te hebben samen met God, maar om tijd te geven aan de menigte. En ik geloof dat Jezus zo'n mooi voorbeeld is in dit verhaal, maar in zoveel verhalen die je in de Bijbel kan lezen, dat hij de dingen doet met echte aandacht. Geen telefoon, geen WhatsAppjes. Niet zoals ik geluid deed vroeger met ondertussen mijn werkmail op mijn laptop. En aan de andere kant was ik mijn appberichtjes aan het beantwoorden. En ondertussen vergat ik Joshua uit de mute te halen. Dus jullie hoorden zeg maar geen zo hallo geluidsman, let je op. Dat, maar ook weten aan tafel. Snel even afronden. Kan ik mijn studieslag afmaken? Weg. Geen echte tijd, geen echte aandacht voor Maaike en voor de kids. En het gekke was, ik vond het moeilijk om nee te zeggen. Totdat iemand tegen mij zei, maar Daan, jij zegt continu nee. Je zegt nee tegen jouw tijd met God. Je zegt nee tegen je vrouw. Je zegt nee tegen de tijd met je kinderen. Terwijl dat de belangrijkste dingen waren. Tijd om te ontspannen. En toen dat kwartje viel, toen dacht ik, ja, ik moet dingen doen met echte aandacht. En een ander voorbeeld wat in de Bijbel staat, staat in Matteüs 26, vers 36. En daar lezen we dat Jezus in de tuin van Gethsemane komt en dan zegt hij tegen zijn leerlingen, blijf hier achter. Hij kiest ervoor om geen enkele afleiding te hebben om zich heen, helemaal alleen. En dat is zijn tijd met God. En ik denk dat God dat van ons verwacht of verlangt, is het betere woord. Hij verlangt ernaar om die echte aandacht te hebben met ons. En voordat we naar een nummer gaan luisteren met de band, is dat eigenlijk de vraag die ik aan jou wil meegeven. Geef jij de dingen die je belangrijk vindt in jouw leven, geef je die echte aandacht, zonder afleiding, telefoon weg, misschien een kamertje apart ergens, misschien naar buiten. En hoe is jouw tijd met God, zeg maar? Is dat tijd dat je echte aandacht aan God geeft? En daar wil ik vragen aan jou, wil je daarover nadenken? Vandaag, morgen, en kijk van, hey, kan ik iets bedenken in mijn leven waar ik dat kan doen? En mijn tip is, doe dat niet alleen. Weet je, schrijf het op, deel het met iemand die je vertrouwt, die dichtbij staat en zegt, hey, dit is op mijn manier, hier wil ik aandacht aan gaan geven. In plaats van al die dingen die eigenlijk niet echt belangrijk zijn.